maken van tricot shirtjes maak ik veel gebruik van de kofferlok machine. Oh, Finn wil op de achtergrond ook gezellig meekletsen, hoor ik. En die draden moeten altijd nog goed afgewerkt worden. Nou, ik gebruik daarvoor prim rafelstop, een naaldje. En dan kan je het helemaal netjes wegwerken zonder dat het later weer losgaat. Nou, hoe doe ik het? Ik pak een naald en ik steek eerst de draadjes die nog aan de voorkant zitten naar achteren toe. Dan verdeel ik de draden in twee groepjes. En dan leg ik even een knoopje in. Dan weet ik zeker dat de basisdraad, de zwarte draad, niet gaat uitrafelen. Nou, dan pak ik mijn naaldje weer. Zo. Oh, nou vergeet ik de zwarte draad. Als die wil. Nu het derde draadje nog. Dat is altijd even pielen. Hoppakee. En die steek ik eronder door weg. Opletten dat je niet naar de voorkant steekt. Dan pakken we de andere kant. Daar doen we hetzelfde mee. En die steken we ook weg. Zo. Nu knippen we de draadjes af. En dan ga ik de rafelstop gebruiken. Nou, die doe ik op het knoopje, een druppel, en op beide uiteindjes een druppel. En de rafelstop zorgt ervoor dat het draadje er niet uitgaat. Ja, zo werk ik al mijn naden weg. En is het shirtje klaar om lekker te gaan dragen. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je wat had aan dit filmpje. Wie weet, tot de volgende keer.